Die kwam bij de dokter, toen zei hij dat ook, maar die is dat lang geleden. Nee. Ik ben niet ziek geweest. Komt u maar hoor. Ja. Ja. Zo, mag ik uw kaart even zien? Ja, meneer de Waal. Hageman. Komt uit Aalsmeer, hè, zie je? Ja. Ja. U bent hier onderzocht 2 weken geleden, hè? Ja, en ik kom voor de uitslag. Oh. Is heel wat onderzocht, zie ik. Tja. Steeds last van die donkere kleurontlasting? Ik heb er niet zo erg op gelet meer, moet ik u zeggen. Nog wel die donkere kleur zeker, hè? Ja, het kan ook van het eten geweest zijn de vorige keer. Mm. Uw bloed is onderzocht, zie ik. Nu het last van uw been, hè? Ja. Erger geworden? Blijft hetzelfde. Ja? We gaan er zo even naar kijken, hoor. Zo. Dan gaat u maar eventjes tegen de rugleuning aan zitten. Zo recht mogelijk, hè? Ja, rechtop gaan zitten, ja. En dan steekt uw voet even omhoog. Ja, strek eventjes, ja. En dan ga ik even tegen uw voetzool aandrukken en dan probeert u tegen te drukken, hè? Ja. Daar gaan we, hoor. Ja. Even meewerken, hoor. Ja, nog even. Goed zo. Ja. Pijnlijk. Ja. Doe even uw been krom, hè? Kijk, en dan ga ik namelijk even naar binnen en ik ga even naar buiten. Ja. En dat probeer ik zo ver mogelijk te doen. Ja. Ja, dan gaan we hoor. Naar binnen. Ja. En we gaan naar buiten. Ja, dan ga ik nog 1 keer naar binnen. Even krom houden hoor, want anders... Ja. Dat is erg pijnlijk zeker, hè? Ja. Nou... Calciumgehalt in uw bloed is wat aan de hoge kant. Is dat goed? Het ligt eraan hoe hoog, hè? Ik ben donor, ik heb vorig jaar nog bloed gegeven. Dat kan in een jaar heel wat veranderen, hoor. Zo, ik krijg vanavond niks te eten. En dan beginnen we morgen met een nier- en een darmonderzoek. Moet ik dan weer terugkomen? En dan maak ik ook nog botfoto's, zie ik. En we gaan er even de komende dagen flink achtereen. Ja, ik kan niet maar telkens op en neer komen. Ik kom uit Aalsmeer. Kan dat niet gecombineerd worden? Hoe bedoelt u? Nou, alles op 1 dag. Nee, u blijft hier een paar dagen in het ziekenhuis, hè? Dat... Hoe bedoelt u? Nou, dat u hier ter observatie blijft. Blijven slapen? Ja, dat u in het ziekenhuis blijft. En dan beginnen we vanmiddag. Zo wat dat betreft... Is dat nou, is er iets niet goed? Nou, dat gaan we onderzoeken, hè? Maar ik kan toch moeilijk voor een onderzoekje blijven? Ik heb een bedrijf. Als het nou niks ernstigs is. Kijk, ik begrijp dat het u overvalt, hoor. Maar we hebben dit vanmorgen besproken in de staf. En we hebben gezegd dat we het zo snel mogelijk willen doen. Hè? Maar laat het dan uitstellen. Ik moet echt dingen regelen thuis. Ik hoorde dat op een, er is een bed vrijgekomen. En ik heb erg veel moeite moeten doen om dat bed voor u beschikbaar te houden. En ik denk dat voor die praktische problemen is altijd wel een oplossing te vinden. Denkt u niet? Zo, gaan we even naar de zuster. Gaat u mee? Zo, zuster. Meneer de Waal gaat mee naar 7B. Nou, ik moet nog wel even mijn vrouw bellen. Ja, daar zorgt de zuster voor, hè? Goed. Ik zie je overmorgen. Dag, meneer de Waal. Ja.